Goedemorgen, weer een nieuwe Love Fest in Koy Dee live vandaag. Zijn we op de weg naar Overdinkel. Twee nieuwe projecten gaan vandaag beginnen. Eén is niet een heustuin en keukenvever, maar niet echt speciale kooivever. Ander is een zwemvever, daar komt een trommelinstallatie op. Dus er moet een filterput gemaakt worden waar de trommel in komt. En de ander is de bestaande vever helemaal gesloopt wordt en helemaal opnieuw gemaakt wordt. Dus we zijn op twee plaatsen vandaag aan het werk in Overdinkel. En tegen deze komende twee dagen eigenlijk. Dus ik dacht, we nemen jullie gezellig mee. Nou, we zijn op de eerste locatie. We zijn net al bij de andere geweest, daar is Steen aan het werk. Graven. Kijk, dit vevertje, dat gaat eruit. Dan worden van die bielsjes wat dat opnieuw gemaakt. Ab staat nu in de blubber, ik zal hem kijken. Zo, kijk hem. Lekker in de blubber. Altijd dezelfde wie moest werken. Visjes zijn eruit. Nou, met een paar dagen ken je dit natuurlijk ook niet terug. Nou, we zijn een paar uurtjes verder, maar niet zo heel veel uurtjes. De folie is eruit. Dit is wat er allemaal uit is. Nou, ga ik naar klusje 2. We zijn bij klus 2. 5 minuutjes rijden. Hi vriend, hoe gaat het? Goed? Nou, zoals je hier ziet, is Steen al een heel groot gat gemaakt. Dit was een bezinkput van de skimmer. Dat is de bezinkput van de drains. Nou, hier komt een trommel. We moeten hier eerst een filterput gaan graven. Dus dit wordt de put, dus tussen de paaltjes. Dat is de vijver. Nou, dan zijn we dus bezig. Die eerste bak, dat was van de skimmer. Nou, daaronder loopt de buis helemaal. Die loopt precies in de midden onder de bodem van een nieuwe filterput, zeg maar, wie we willen maken. Dus die buis moet sowieso weg. Vijvertjes nog vol, dus we gaan nu even een koppeling maken dat we hem in de vijver kunnen dichtzetten. Kunnen we dit in de grond doorhalen, kan die bezinkbak eruit, dan kunnen we verder met graven. En dan kunnen we straks beginnen als het gaat er eens met de filterput. Maar er komen allemaal ledingen naar boven in de grond her en der. Dus het is nog wel even een werkje. Nou, daar hebben we nu een 110 verloop 50 in gezet met slang op de kant in de skimmerleding. Hier ligt het tootje. Zodat we zo dadelijk los kunnen gaan halen. Al het zand erop, joh. Nou, we zijn een heel stuk verder. Noeste arbeid. Ene bezinkput is weg. Die oude is ook al gesloopt. De ledingen 110 zijn al verlengd. En dit stuk moet er nog uit. Zodat we de nieuwe put kunnen maken. Zo. Bodem is een zicht. Mega bult zand. Allemaal old school met handje. Nou, zoals jullie zien is er ook iemand anders aan het werk. Degene wie normaal altijd staat filmen. Zoek wat eerst. Ja, precies, ja. Tegels gaan erin. Mooi stevig. Goedemorgen, dit is woensdag. Dag 3 van de week.
klus 3 van de week. We zijn op weg naar Duitsland, grote zwemvijver. Daar komen 2 trommels op. Er moeten 4 pompen aangepast worden. En daar hebben we vanmorgen voor gepland voor demontage en morgen voor montage. En dan gaan we later vanmiddag terug naar Overdinkel. Daar is Ab al heel ver. Kleine buitenmuurtje, maar eigenlijk de omranding van de vijver staat. Hij maakt vandaag het plantenfilter. Het plantendeel maakt hij erin, zodat kunnen wij vanmiddag nog graafwerkzaamheden uitvoeren. En dan, dan is het daar klaar voor folie. En als folie er is, kan natuurlijk daarna de afwerking, de randafwerking erop en dan is het vijvertje ook klaar. Dus, we gaan eens even kijken wat we vandaag allemaal weer gaan doen. Nou, we zijn inmiddels in Duitsland. Zonnetje schijnt mooi. Dit is de filterinstallatie achter mij. Nou, die rechts en linkse bak, die voorfilters, die gaan eruit. Daar komen dan onze trommels voor erin. Wat ik vandaag ga doen is de oude demonteren, zodat die nieuwe betonvloer kan maken. Zodat het allemaal dicht is en dan kunnen wij volgende week of zo. Ja, denk ik volgende week. De filters aansluiten. We laten er eentje hier voor de maatvoering, want er wordt een betonvloer rondom hier gestart. Zodat ze dat ook op de betonvloer goed hebben, zeg maar, qua hoogte. Ik zal even laten zien hoe dit eruit ziet op dit moment nog. Nou, dat is één wirwar van buis. Pompen liggen zo erin. Veertjes. Dus ja, dat gaat allemaal weg. En dan wordt dat vernieuwd. Dat is de vijver. In de midden, ja. Nou, we gaan er dus 2 van deze naartoe. Eentje bij ons voor de maatvoering. Nou, er komen wat nieuwe DE-pompen op, et cetera. Dus zonnetje is goed gestemd vandaag. Nou, dan ben ik een goed half uurtje aan het slopen geweest. De bakken zijn eruit. We hebben de waterhoog uitgezet. Gaan we even afdoppen. En dan kunnen ze beton gaan starten in de vloer. En een betonkist maken waar de trommels komen te staan. En zit voor ons voor vandaag de werk erop. Tot zover deel 1. Nou, einde dag 2. Of midden op dag 2. Filterput zit erin. Wow. Trommeltje staat. Leidingwerk zit erop. Nu gaan we nog achter mij aan die zijde zand allemaal weggraven. Want dan moet hij nog naar de sloot toe. Hier moet nog dicht. Dat zijn de oude UV's. Dat gaat allemaal nog weg. Er kan allemaal weer zand overheen. Dat is allemaal weg. En dan zit het er voor vandaag op. Maar het is nog wel een paar uurtjes werk. Klinkt altijd weinig, maar toch wel best veel. Zo. Dit is wat het geworden is. De stroom wordt aangepast. Nog een schapje voor de luchtpomp. En dan natuurlijk de deksel erop. What's up? Nou, sinds de vorige keer dat we hier waren, is het nu zo. We hebben het zand er allemaal uit. Hij is op diepte. Daarachter wordt de plantenbak gemaakt. Het muurtje zit erin. Het graafwerk is gedaan. Hier komt plantjes op straks. Zo, nou dat was deel 2 eigenlijk, zeg maar, van de klus in Overdinkel. Wat je me net gezien. Die zit er ook zo goed als in. Morgen nog even wat zand in het plantengedeelte. Want er wordt een echte bloembak en een moerasgedeelte. En daar komt wel gewoon folie in. Maar er moet ook nog een bordje zand in. Even de leiding voor de pomp erin leggen.
en het drukfiltertje aansluiten. Nou, dan is het in feite wachten op het folie. Dan kan de app na het eten folie erin maken en de rand weer opleggen. En nou ja, in Duitsland zijn we dus begonnen. De andere klus in Overdinkel bij de zwembad is ook klaar. Dan komen we morgen nog even wat kleine puntjes op de i. Vrijdag, morgen is donderdag. Zo lopen de dagen dus gewoon door. En nu naar de zaak, alweer de bus inpakken voor morgen.